Mark, bepaalde jubileumgevoelens? Nee, dat niet, maar ik vond het wel mooi dat dit mijn 250ste voor PSV was. Ja. 250ste officiële wedstrijd, je 60ste goal, een publiekswissel. Kortom, een lekkere zondagmiddag. Ja, dit zijn heel mooie zondagen. Na een drukke week waarin we goede resultaten gehaald hebben, 6-0, 3-0 en 4-0. Ja, zo mag het doorgaan. Ja. Ja, ik hoorde Dick Advocaat voorafgaand aan deze wedstrijd nog een beetje voorzichtig zijn. Van Napoli was prima, de wedstrijd die we achter de rug hebben waren prima. Maar ik ben benieuwd hoe PSV zich nu weer in die volgende wedstrijd staande houdt. Ja, wat dat betreft is ook die missie geslaagd. Ja, dit was gewoon een meetmoment. Is weer zo overdreven, weer zo'n trendy woord. Maar dit was wel een belangrijke wedstrijd, ja. Vlak voor Interland pauze, NAC thuis, waar PSV het op een aantal punten heeft laten liggen in de afgelopen jaren, volgens mij. Ja, dat zijn belangrijke momenten in een competitie, dat je gewoon die wedstrijd gewoon over de streep trekt. En op deze manier, in de eerste helft, vond ik het ook nog overtuigend ook. Ja, PSV begon wat grillig aan de competitie, zou je kunnen zeggen, dat de stabiliteit terug is? Ja, dat grillige willen we eruit hebben. En dat krijg je natuurlijk niet 1, 2, 3. Het heeft even tijd nodig. Dat is ook een soort proces, met een mooi woord. Dus dat heeft even over de tijd nodig. Maar als je elke keer minimaal een 6 scoort, ook al speel je slecht, maar je moet wel je waarde houden voor het elftal. Ik vond mezelf vandaag ook niet top spelen. Ik had redelijk veel balverlies voor mijn doen. Maar als je dan je waarde hebt voor het elftal, in de balverovering, in de coaching, in het positioneel staan, ja, dan heeft het elftal nog steeds waarde aan mij. En zo moet iedereen gaan denken. Je moet altijd, ook al zit je niet lekker in de wedstrijd, je moet toch goed proberen te spelen voor het elftal. En dan kun je ook een keer minder spelen, maar dan pakken die andere jongens het op. En dan is een wisselwerking. En dan kun je gewoon met 4-0 van NAC winnen zonder top te spelen, maar wel met een goede manier. En daarom de voldoening na afloop. Ja, die is er zeker. Ja, waren u nog enigszins geprikkeld door John Kaas, de trainer van NAC, die in aanloop naar deze wedstrijd zei van ja, dat PSV moeten we ook niet overschatten. Napoli stelde niks voor, VVV stelde niks voor. We hebben kansen in Eindhoven. Ja, maar ga dan maar eens tegen voetballen. Ik heb zelf 1,5 jaar in Italië gespeeld. Daar ben je niet makkelijk van. Ook al is het een ander elftal wat ze in de competitie hebben staan. Maar je bent niet zomaar met 3-0. Nee, maar was het iets wat jullie prikkelde of ja, haalde je schouders erover op? Nee, dat mag hij zeggen. Als hij dat vindt. En hij vindt het nog steeds. Ik denk niet dat hij het nog steeds vindt. Nee. Dan hebben we het juiste antwoord gegeven. Ga ik me tot slot nog even op glad ijs begeven. De spelers, je collega's zwermen uit naar de nationale ploegen, interlands. Ben jij nou oud-international, ex-international of is er nog een klein gaatje? Nee, ik heb gezegd dat ik stop. Ik heb nooit bedankt. Maar ik heb in mijn perscommuniqué wat ik toen gegeven heb, als de trainer me nodig heeft, ben ik daar. Maar de trainer heeft mij niet gebeld en ik ga er ook niet over nadenken als ik die vraag niet krijg. Maar ik wil toch even, want de gedachte leegt een beetje van, nou, het is een einde verhaal. Van Bommel, Louis van Gaal, dat is misschien niet de beste combinatie. Heeft het daar ook mee te maken? Of is het zo dat als Louis jou belt, dat jij serieus overweegt om weer hier entree te maken? Want ik heb zo'n idee, dat ze best een type Van Bommel nog kunnen gebruiken. Nou goed, wat ik net al zeg, als je de vraag krijgt, ga je er pas over nadenken. Ik voel me fantastisch nu hoe het nu gaat. Die interlandweken, die benut ik heel erg goed. Met mijn gezin. Ik ken rustig naar het voetballen gaan kijken, naar tennis van mijn dochter. Dus wat dat betreft hoeven jullie over mij geen zorgen te maken. Nou ja, maar tot slot een gewetensvraag. Welke kans is groter in 2014 dat jij in Brazilië actief bent of dat je met de oud-internationals meedoet op Nieuwjaarsdag? Ik hoop dat ik dan ook voetbal. Ja, met dit antwoord kunnen we ook nog even alle kanten op. Ja, dat mag je zelf invullen.